Hallo, goedemorgen. Het is maandagochtend. Eigenlijk hoort Mickey al op school te zijn. En ik in de winkel en boodschappen te doen of weet ik wat. Maar ik voel me niet zo lekker. De kids zijn aan het hoesten. Ik heb ook de nacht veel gehoest. En ik moet eerlijk zeggen, ik kwam vanochtend niet snel mijn bed uit. En de kids waren ook aan het uitslapen. Ik had eigenlijk even dan die combinatie van dat en even rennen had ik echt even geen zin in. Dus we zijn lekker thuis. De kids hebben lekkere krijntjes. En ik ben even een papa maken. Wat willen jullie eten? Honing in je pak? Ja. Lea, wil je ook honing in je pak? Hey, papa's en mama's, kennen jullie dat? Dat als de kinderen dan s'nachts hoesten, dat je echt denkt, wow, dit komt nooit meer goed. En we moeten naar de dokter en longontsteking. En vanochtend was Lea ook nog echt niet amused. En als ik ze nu zie, dan denk ik, ja, er is helemaal niks aan de hand. Hij zit hier rond te huppelen. Lea is aan het lezen. En kennelijk ben ik alleen hier de garaap vandaag. Maar weet je, laat maar even los. Laat maar even gaan. Dat wat ik zei over mijn kids, dat ze weer helemaal fit zijn, dus dat was een grapje. Helaas. Het was gewoon even een goed momentje. En nu hebben ze een mega kort lontje. En nou ja, goed. Maakt allemaal niet uit. Ik ben vrij. En mijn eigen behoeftes zetten we maar even aan de kant. En proberen we te doen wat we kunnen. Herkenbaar, mama's. Hij is een vriend van. Dit is een vriend van Mijntje. Ja? Ja. En dan sommige heeft gaatjes in zijn neus. Oh ja, dat varkentje. Nee. Nee? Oh nee, ja. Volgens mij is dat wel een varkentje, maar ik weet wel wie je bedoelt, ja. Hoe heet hij? Ik weet niet, moeten we daar even kijken? Hij is bruin. Is hij bruin? Nee, eigenlijk niet. We gaan zo eens even kijken. Kijk! Ja! Mooi! We zijn echt een beetje klaar met het weer hier. Dus we dachten, we maken gewoon even een hele grote kleurplaat of tekening. Met allemaal dingen die we leuk vinden als we op vakantie gaan. Mickey, jij had een bal, hè? En wat maak je nu? Dit is vissen met water. Met de emmer. Of die vissen. Emmer van Poedon. Die valt om? Ja. Oké. Okay. Wat vind jij mooi op vakantie, schat? Tekening maken. Oké. Okay. En puzzels zei je nog, hè? Mama heeft een boekje gemaakt en de zon en natuur. Mama. Ja. Dat is een surfing. En één keer raden wat Maarten en ik tegelijkertijd tekenen zonder dat we het van elkaar weten. Ik ben nog niet klaar hoor. Kennelijk komt er een momentje aan want ik moest gaan vloggen. Nick, wat gaat er gebeuren? Een verrassing. Wow, vaders. Auwe, oh, dat prikt. Echt ouwe? Ja. En dan kan je uitdrinken. Om een beetje in de vakantie mood en in de reizen mood te komen. En? Nick vindt het niks. Nee. Is die zuur of zo? Wat doe je me aan? Nee, proef echt. Proef echt. Dat is echt niet lekker. Deze is wel goed. Ja. Oh, hier. Wil je deze proeven? Die is wel goed, zegt papa. Dit heb ik dus ook hier, Nick. En? Lekker. Lekker? Lea ook proeven? Nee. Lekker.
echt wel, hè? Hallo, het is dinsdagochtend en mommy is back! Oh, wat ben ik opgelucht dat ik weer kan functioneren, jongens. Nou ja, functioneren, kijk. Huh? Dit is allemaal nog over van vanochtend. We hebben enigszins uitgeslapen. Waardoor ik moest rennen en nu alles nog hier ligt. Nikki is naar school. Lea heb ik nog niet naar school gedaan. Die was nog heel vies aan het hoesten. Die gaan we dadelijk eventjes... Oh! We gaan dadelijk even langs de dokter over 3 kwartier. Om haar longetjes even te laten afluisteren. Want die is al sinds de kerst aan het hoesten. En nu is het wel weer wat erger. Dus ja, even laten de longetjes laten afluisteren. Mag ik even slotten bij mij halen? Lea's longetjes waren vrij gelukkig. Ja, dus dat zeg ook. Het eerste jaar dat een kind naar de putterspeelzaal gaat, dan wordt het overladen van heel veel virussen en bacteriën. Dat, ja. Ik heb eventjes een lekkere sandwich gemaakt. Of hoe zeg je dat? Een vegetarische hotdog. Lea slaapt. En ik denk dat ik dan heel even 10 minuten ga liggen. Of wat ga lezen. En dan ga ik de bende opruimen voordat Nikki thuis komt. En voor de Lea weer wakker. Hi. Ik heb even geslapen. En even een vlogje gekeken. En om me heen is het echt een zooi. En vroeger, nou ja vroeger, een tijdje terug, kon ik dat echt niet. Moest ik eerst opruimen en kon ik dan pas gaan zitten, liggen of wat dan ook. Maar ik moet zeggen dat ik echt blij ben dat ik dat aan het leren ben. Want ik ben er nu weer, zeg maar. En dat betekent dus als de kids over een half uur, tadaa, er weer zijn... Dan ben ik er ook weer voor hun, zeg maar. En dan is het nog wel een zooi. Maar ja, weet je, dat opruimen, dat kan ik ook gewoon met hun erbij. En ik weet gewoon dat als ik wil, dat het dan binnen een half uurtje weer allemaal opgeruimd is. Zal ik het jullie laten zien? Of niet? Ja, ik laat jullie de troep eens even zien. Waarom niet? En ook al weet ik dat er heel veel mama's zijn die dat... Niet hebben, waarschijnlijk. En die wel 's ochtends meteen alles opruimen. En normaal, ik hou er ook wel van, hè. Van, wat je uithaalt, meteen weer opruimen. Maar als ik dat zou doen, dat betekent voor mij 's ochtends dat ik gewoon echt stress ervaar. En projecteer op de kinderen. En opschieten, opschieten. En dat ik ook gewoon misschien nog eerder mijn bed uit moet. Enzovoort, enzovoort. Ik laat even zien hoe het eruit ziet hier. Die gordijnen heb ik wel even dichtgemaakt. Voor als er een postbode langskomt. Die denkt, wat is hier binnen gebeurd? Het sneeuwt trouwens, jongens. Dat vind ik dus ook echt zo jammer. Kunnen jullie dat zien? Oké. Okay. Geef maar even geen commentaar. Ik laat het je even gewoon zien. En ik kies dan één plekje waar ik mee begin. En plekje voor plekje ruim ik het op. We beginnen... tafel, check. En met dat ik opruim, vind ik het boodschappenlijstje dat ik had gemaakt. Kennen jullie dat? Dan maak je een lijstje. Dan sta je in de winkel en denk je, lijstje thuis. Dus ik ga even kijken of ik veel vergeten ben. Mandelmelk, rijstmelk, doekjes... Nou ja. Oké, dan. Nou, deze tafel. Zo leuk, hè? Dan kleed Maarten de kinderen uit. Wat doe ik? Wacht. Ik kleed Maarten de kinderen. Nee. Hi. Ik kleed Maarten de kinderen uit, s'avonds. Leg je die kleren zo netjes opgevouwen, zo op elkaar. Maar hij kijkt dan niet of ze nog niet vies zijn, zeg maar. Zoals dit, ja. Er zitten gewoon vlekken in, dan gooi ik het gewoon in de was. Ik weet niet of een man dan denkt, wow, kan nog wel een keer. Misschien hebben ze wel gelijk, maar ik gooi het nu in de was.
goed is en vandaag een bad. Ja, dus de pyjama's naar boven. Even snel afwassen. Super vattig nog. Ik hou van je Maarten serieus. Ik vind het lief dat je het doet. Maar ik moet het gewoon nog een keer doen. Ik ben dus 20 minuutjes verder. En ik moet nu alleen nog de was opvouwen. En dit inruimen. Maar nu komt volgens mij Nikki thuis. Maarten heeft hem gehaald, zodat Lea even in haar bedje kan slapen. Het is echt begonnen aan het sneeuwen. Doe het toch normaal. Jongen. Hallo, het is woensdag. Nikki is naar school. Toen we Nick naar school hadden gebracht en weer thuis waren, wilde Lea niet uit de auto stappen. Dus vaak als ze ziek zijn geweest, hè, dan zijn ze daarna echt helemaal van de wal. Dus heb ik haar laten zitten, want ze wilde ook niet dat ik dat deelde of niks. Vervolgens, daar binnen neergezet is, op de bank gaan zitten, liggen. Wilde ze de jas niet uitdoen, wilde ze ook niet dat ik die uitdeed. Dus nu ligt ze al ruim 1,5 uur op de bank met de jas en de mat. En het is in slaap gevallen. Nou ja, prima. En dan ga ik editen. Lea heeft even lekker geslapen op de bank, hè? Nou is ze weer wakker. En dan gaan we Nikki halen. En die gaan we dadelijk, als we terugkomen, even lekker lunchen. En vanmiddag wil ik met de kinderen even schoentjes halen. Althans, Nikki heeft nieuwe gymschoenen nodig. Hij is 1 kwijtgeraakt. En ik wil even hun maat checken. Om te kijken of de schoenen die ze hebben nog passen. Ik heb daar even mijn twijfels over. Ja? Ja. Huisje, hè? Dakwit. Sneeuw. We gaan dan Nikki halen, goed? Nou, de kinderen zijn weer thuis. Althans, Nikki is weer gezellig thuis. Die heeft het leuk gehad op school. Die heeft lekker in de sneeuw gespeeld. En ik heb nog een restje van gisteren. Pasta met een saus. En een currysaus. Dus dat gaan we even opwarmen. Even schoentjes halen. Ga even op je billen zitten, schat. 1, 2, 3. Mag ik je helpen? Ja. Het is nu woensdagavond en toen Maarten thuis kwam van mijn werk, hebben we afgesproken dat ik even boven bij Devo in de studio ging werken. En even wat dingen op een rijtje zetten voor wonderlijk werken en verschillende dingetjes waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus het was super lekker om hier even te zitten en mijn eigen dingetje te doen. Nu weet ik weer waarom ik hier zit. Het is donderdag en zoals jullie zagen ben ik net met Lea even bij de Albert Heijn geweest. Nikki is op school. Lea had eigenlijk ook vandaag school, maar ja, die is nog steeds zo aan het hoesten. En Lea die wilde even lekker Lucilla kijken. Hè? Iedere dag is er een nieuwe vlog van Lucilla. Een spelletje. Kijk of dat lukt met één hand. Tata! Tata! Hey, zullen we even kijken wat voor schoentjes we gisteren hadden gekozen? Ik weet niet of ik dat nog had laten zien. Helemaal trots. Met hartjes is gehad. Mama gaat even de boodschapjes opruimen. Goed? Je wilt een banaan. Is goed. Ja. Dan doe je de sticker eraf. Ik kon niet. Smakelijk.
laat jullie even zien wat ik heb gehaald bij de appie. Zaad volkoren, dat is zonder suiker, zonder dextrose. Wat diepvriesgroenten. Wat biologisch vlees. Tofu roerbakreepjes. Was ook een tip van een van jullie. Want ik had zo'n puur natuur tofu. Ja, dat smaakt echt nergens naar. En dit is echt stukken beter inderdaad. Dus bedankt nog eens voor de herinnering. Dan hebben we hier 3 repen chocola. Mijn schoonbroer is maandagjarig. Dan doen we hier wat centjes bij. Avocado, ook wel eens handig denk ik om het gewoon uit de diepvries te halen. Ik heb hier ook 2 hele. Dan hebben we biologische kaas, een speldbolletje voor mij voor de lunch. En voor papa als hij uit werk komt, vindt hij af en toe wel even lekker om een radlertje te pakken. Was het lekker? Wat ga je doen? Wil je de bloemelaars ook laten zien? Ja, die zijn te klein, schat. Ik kwam gisteren achter dat je een maat groter alweer hebt. Dit was 23 en ze heeft nu 24 al. Hè? Ja, maar dagschoentjes die passen niet meer. Die mogen naar een ander kindje toe. Nee. Mocht een van jullie kijkers trouwens interesse hebben aan deze schoenen. Ik heb zoveel mensen die vroegen van, hey, wat leuk. Dan laat hem even weten. Misschien kan ik die wel jullie kant op sturen. Want er is op zich verder niks mis mee. Ze zijn eigenlijk nog hartstikke goed. Het is dus maat 23. Laat maar even weten als jullie dat leuk zouden vinden. En als er dan meer mensen op reageren, dan gaan we weer verloten. We laten even een stukje van onze avondroutine zien, voor zover als dat lukt.